de volgende editie van Marloes zoekt een hobby. Ik moest sportieve schoenen aandoen, dus dat heb ik gedaan. Ik dacht, dan neem ik ook maar een flesje water mee. Kom maar op met het tasje. Oh, daar komt hij aan. Lieve Marloes, geen aapje, clown of... Ik denk dat er... Pierrot, geen rokje, broek of maillot. Ga je naar een dorp of blijf je in de kern? Draai je in het verleden of ben je heel modern? Probeer niet te zwalken, zoek je balans. Geef deze hobby een energieke kans. Een broek. En wat voor een broek? Ik denk dat het iets met dansen te maken heeft, denk ik. We gaan het zien. Inmiddels sta ik in het Jeruzalemgebouw. Hier wordt echt van alles gedaan. Echt van dansen tot keramiek tot noem maar op. En ik ben al een gang ingestuurd en daar word ik heel vrolijk van, want ik mag lekker gaan bewegen. En wel bij Dizzy Dance. Hallo! Hallo! Ik dacht al, ik mag bij Rosa gaan dansen. Dat vind ik superleuk. Superleuk dat je er bent, Marloes. Ja. Ik heb begrepen dat je kleding bij hebt, dus ga je maar even omkleden. Nou, ik heb een broek mee. Waar heb ik eigenlijk mijn andere heb ik die tas? Ik heb een broek meegekregen, een rode. Ja. Is die van jullie? Die is van ons. Oh, oké. Okay. En die moet ik aan? Ja, okay. Die mag je aan zodat je lekker soepel kunt bewegen. Top. En dan ook gewoon op de sokken? Ja, je kunt gewoon op je sokken dansen. Oké, dan ga ik dat even doen. Ja. Nou Marloes, niks missen met dat broekje hoor. Ga maar eens even lekker in het midden staan, dan kan iedereen je goed zien. En dan zijn wij heel benieuwd wat jij hiervan gaat bakken. Ik heb geen danscarrière, maar jij zult me vast leren. Zeker, ja. We beginnen zo met de warming-up. En die is nieuw, dus die ga ik even helemaal aanleren. Oh yes, dat kunnen jullie ook nog niet. We beginnen omlaag. Je armen gaan van beneden naar voren. Dan zwaai ik mijn armen naar buiten en terug. Ja, dan open ik mijn armen. Ik kijk naar het plafond en ik ga omlaag. En dan rol ik op. Die beweging heet een release. Dus je bent hier, ik kijk naar het plafond, ik open mijn armen. Ik blijf zo lang kijken en dan rol ik op. Heel goed. Oké, zullen we dit even op muziek proberen? Ze zei proberen, Marloes, ontspan. Ik heb hem heel warm. Release. Rol op. Rechter schouder. Langzaam, snel, snel. Langzaam, snel, snel. Rond. Links. Oké, goed. Nou Marloes, dat gaat hartstikke goed. Verzin je altijd een nieuwe warming-up? Of, wat zei je? Verzin je altijd een nieuwe warming-up? Of, Nou, zo één keer in de periode. Dus we hebben nu net herfstvakantie gehad. Dus nu beginnen we weer met iets nieuws. Oké. Ja, dus je hebt geluk dat je vandaag komt. Maar kun je even iets vertellen over deze groep? Wat voor een soort dans doen jullie? Wat voor soort dans doen wij? Nou, in deze groep doe ik eigenlijk altijd een combinatie van verschillende dingen. De meeste groepen die ik lesgeef doe ik vooral modern, maar bij deze groep doe ik ook regelmatig hip-hop, een beetje jazz. Af en toe werken we veel aan techniek, af en toe werken we meer aan kracht. Dus het is een hele diverse les eigenlijk altijd. Ja. En vinden jullie het ook leuk? Ja. Goeie vraag, Marloes. Ik zou eigenlijk wel iets meer willen weten. Tijd voor een time-out? Gaan Marloes en ik heel even naar de bank. Oh, dat klinkt spannend. Krijg ik even rust? Krijg je heel even rust, ja precies. Oh, dat had ik ook wel nodig, want het is toch wel flink hier. Je geeft pittige lesjes. Ja, zeker. Kom je hier niet voor niks natuurlijk. Nee. Ik maak het me even comfortabel op jullie bank. Ja, lekker hè? Het is een beetje onze huisbank, dit. Ja. Ja. Maar je had het net over deze groep, zeg maar, dat die al zoveel verschillende soorten dans eigenlijk, dat je het eigenlijk allemaal de revue laat passeren, zeg maar. Mm-hmm. Maar wie kan er allemaal bij jullie komen dansen? Iedereen kan bij ons komen dansen. Dus van 3 jaar tot... Jonger nog zelfs. Jonger nog? Ja, de jongste die we nu hebben is 2 jaar denk ik zelfs. Ja. Zo? Ja, en we hebben ook echt
mensen van boven de 70 erbij zitten. Dus natuurlijk zijn de lessen dan wel aangepast op wat mensen fysiek kunnen. Maar we hebben heel veel verschillende leeftijden, heel veel verschillende niveaus. We hebben beginnersgroepen, we hebben gevorderde groepen. Dus iedereen die wil dansen met of zonder ervaring kan komen. Wat mooi. Ja. Oké, daarna duw je iets weg naar rechts. Ver, dan loop ik links, rechts. Duw, rechts, links. Nog een keer. Loop, loop, duw. En waarom doe je dit? Wat is jouw passie erachter? Want het straalt gewoon uit je ogen, zeg maar. Nou, dank je. Ja, ik ben zelf eigenlijk opgegroeid binnen Dizzy. Het is opgericht door mijn moeder, inmiddels 30 jaar geleden. Dus we vieren dit jaar ons jubileum en ik ben afgelopen jaar afgestudeerd. En heb altijd met heel veel liefde bij Dizzy gedanst. En ben een aantal jaar geleden begonnen met zelf lesgeven. En daar wil ik nu mijn beroep van maken, omdat ik altijd me zo ontzettend fijn hier heb gevoeld en met dansen altijd mezelf helemaal heb kunnen uiten. En de liefde en de passie die ik daarmee zelf als danser heb ontwikkeld, die wil ik graag andere mensen ook laten ervaren. En daarom geef ik deze lessen. Wat een mooi antwoord. Dank. Ik weet eigenlijk gewoon niet wat ik erop moet zeggen. Maar ja, super. Zeg dat wel. Goed zo. Oh, ik ben er niet gewend. Poeh. Het is wel wat anders dan bodypump in de sportschool. Zeker. En dat is hier allemaal in Jeruzalem. Ja, klopt. Allemaal in Jeruzalem. We hebben hier beneden deze grote studio. En één verdieping hoger hebben we een iets kleinere studio. En daar geven we vooral de hip-hop lessen. Dus okay. Dat ligt een andere vloer. Ja, nice. Ben je klaar voor een stukje kracht? Ja. Ja? Dat kan ik wel. Super, oké. Hou vast. Kom op, Marloes, nog heel even. Ik vind het wel goed voor vrijdagavond. We gaan zo beginnen met een stuk voor de voorstelling. My god, kijk even hoe zij daar even in het splitje zit. Ja, lenigheid is ook heel belangrijk voor dansers om blessures te voorkomen. Dus, Doe je dan ook een soort yoga? Want ik heb eigenlijk in mijn studiejaren altijd aan yoga gedaan. En dan zag je gewoon hoe vaker je dat deed, zeg maar, hoe leniger je werd. Mm-hmm, klopt. Doe je dan ook een soort van die oefeningen erbij? Of, ja, die zitten er ook in. Dat doe ik vooral met de wat meer gevorderde lessen die vaak ook iets langer duren. Dus dan heb ik iets meer de tijd om ook meer in te gaan op de stretch en de lenigheid. Hoe lang duurt een les? De meeste lessen die duren een uur. Oké. Ja. En de meeste lessen en de rest is allemaal langer? Of bij kleine kinderen? Kleine kinderen doen we 3 kwartier. Dus dat is de peuters, kleuters en de kinderen die in groep 3 zitten. Die geven 3 kwartier les. En de academy groepen die hebben 1 uur en 1 kwartier. Oké. Ja. Oké, goed. Kom maar weer staan. Kunnen we nog? Ik ga het wel drinken. Dat is goed. Ja, jullie mogen allemaal wel even wat drinken. En met hoeveel docenten zitten jullie hier, dansdocenten? Oeh, dat is een goede vraag. Ik geloof dat we met 8 zijn op dit moment. En een aantal van ons, zoals ik zelf, die geven fulltime les. En er zijn ook een aantal die maar 2-3 lessen in de week geven. Dus dat verschilt heel erg. Zijn er ook dansers van jullie die heel erg gedreven zijn en zo ook een aantal lessen op zich pakken? Ja, eigenlijk komt iedereen die bij ons les geeft, komt ook van Dizzy vandaan. Dus we zijn allemaal binnen Dizzy eigenlijk opgegroeid tot docenten. En het begint vaak met helpen bij de kleinere kinderen, assisteren bij de juf, zeg maar, als hulpje daarnaast staan en meedansen. En van daaruit merken we dat sommige meiden dan de ambitie hebben om zelf stukken te gaan maken en die aan te leren. En zo groeit dat een beetje. Oké, top. Ja. Nou, ik ben eigenlijk heel benieuwd
wat jullie gaan doen. Mag ik nog even blijven kijken? Ja, zeker. Je mag ook meedoen als je wilt, hoor. Nou, dan ga ik wel even achteraan staan, want dat vind ik een beter plan. Dat is helemaal goed. Ja, ik ga vandaag een nieuw stuk aanleren voor de voorstelling die we binnenkort hebben. Dus, nou, ik ben benieuwd. Ja. Toch? Ja. Ja. En we gaan vandaag het grondstuk doen. Dus, Marloes, succes! Hoi. Het grondstuk, dat... Ja. Klinkt spannend, hè? Dat klinkt op de grond, ja zeker. Tijgeren en zo. We waren uitgekomen hier en je liet jezelf uit je armen naar voren gaan. Boom, dan ren je en je springt in het water. Boom. Ja, dus ik doe. Spring op, alsof je in een hele grote plas water springt. Ga maar even een heel stuk naar achter. Ja. Dus we doen dan. Boom, loop en op, dan gaan we met onze rechter vuist boem, boem, draaien. En terwijl ik draai, gaan we de arm omlaag. Dus ik doe boem, boem, draaien. Dan hoor je de muziek toedoedoedoe en ik doe met mijn benen toedoedoedoe. Rechts, links, rechts. Ja, dus toedoedoedoe. Goed. Lach me niet uit. Nog een keer. Dus, we stonden hier. Je valt naar voren. Uit. Je springt in de plas. Boom. En vuist. In. Draai. Doe, 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 doe. Dan sla ik het water uit de plas omhoog. Nu komt er een hele uitdagende beweging. Op. Dan maak ik een hinge. Dat wil zeggen dat ik mijn billen naar voren duw. Je bovenlichaam is in een plank. Yes. En mijn rechterhand zet ik op de grond neer. Hier heb je die buikspieren van nodig die we net moeten hebben. Het gaat me echt te ver. Ik sniek er gewoon tussenuit. Marloes, wat zeg je nou? Rosa, Rosa, let eens op. Nou. Nee. Dag Marloes. Ik zie je rode broek wegleggen. Marloes? Marloes? Ze kijkt het op. Poepoe, dat was me echt even vermoeiend. Maar echt, ik had niet gedacht dat je bij dansen zoveel spieren kunt voelen. Want ik dacht, ik ben even in de sportschool. Maar voor wie wil, echt aanrader. Ik ga me even omkleden, want ik voel me een beetje sweaty. Oh, dat is een heel goed.